En dan denk ik van waarom gebeurt er niks met deze vrouwen? Zonder. Het is dus gewoon simpel gezegd, hij laat ze emoji zien. Ja. En uh, daar kan je een hoop centjes mee verdienen ja. bij OnlyFans. Ja, laat Even, je, hoeveel laat je daar zien op dat OnlyFans? Want alles? Gegeven... Alleen Chantal Jansen en Martijn Crabé. Dan denk ik, jongens, moeten jullie dit nou presenteren? Ja. En daar zijn we weer met een nieuwe Wat Vindt Jan. Ik zou er bijna emotioneel van worden, net als Jan de Hoop. Want uh, ik heb die man ongelooflijk gemist de afgelopen weken. Ja, ja sorry hoor. Maar de telefoon met ja. telefoon gaat. Spreken. Oh, dat is een mooi eerbetoon, hè? aan de beste man. Jan de Hoop. Ging altijd... Ging uh... altijd mis. Er ging een pen de lucht in. Ja. Ik bedoel, het ging van alles Maar uh, kijk of jij het ook. Hoe lang werk jij al eigenlijk bij De Telegraaf? Twintig jaar. Oké, okay, dan was hij geloof ik iets van 33 of zo, ja. dus je hebt nog een uh, aardig wat Ik te heb gaan. nog even wat te gaan, ja, ja. Ja, hij heeft gehuild vanmorgen. Ja. Dat is uh, natuurlijk ook wel emotioneel natuurlijk. Zou jij huilen bij jouw afscheid? Nou, ik denk dat ik zelf wel emotioneel en dramatisch in de armen van Evert Santegoedschap had. Ja, Ja, en dat ik meteen ga kijken wat voor uh, enorm cadeau, afscheidscadeau hij ja. gekocht heeft ja. voor ja. mij. Ja. Dat ga ik doen. Oké, okay. Jan, even een fotootje van jouw vakantie. Ja. Want je was uh, op oh, Ibiza. Oh, hoe komen jullie daaraan? Ja, Kijk aan. ja. ja. Uh, hoe was dat? Ja, Ibiza, ik vind het enig. Drie weken vond ik wel erg lang, moet ik zeggen. Zo? Nou, een week had ik ook wel goed gevonden, eigenlijk. Ik heb wat sterretjes gezien. Ja, welke? Want Ibiza is natuurlijk toch een eiland waar uh, bekende mensen samenkomen. Dinant Woestoff, okay. die heb ik in een restaurant gespot. Uh, gay, nee. Kai Gorgels, Kai gorgels ja. Die heb ik ook gezien daar inderdaad, ja. ja. Dus, uh, nee, hartstikke leuk. Maar het was wel raar binnenkomen vanmorgen. Is het, is, is het een gay Gorgels, ja? Nee, 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 nee. Oh, nee, nee, het was een woordspreker. Nee, nee, nee. nee, het was geen woordspreker, het was gewoon een vergissing. Maar uh, vanmorgen ging het raar, want jij liep voor mij het Telegraafgebouw binnen. Ja. En je huppelde door. Ja. En ik kwam er niet in. Nee. Na drie weken ja. ben je gewoon vergeten eigenlijk, ja. weet ja. je wel. Maar je kan je des te meer bewijzen bij wat vindt Jan en dan ben ja. je weer helemaal in vorm. Maar jij gaat ook lekker, hè, met, oh, met je opsporing, ja. uh, NL. Ja. Maar ik wil je wel zeggen, met die torenhoge kijkcijfers, je blijft hier. Ja, vooruit, vooruit. Wij hadden nog hogere kijkcijfers. Hé, hey, <laughs> en als het nou allemaal niet wil lukken hier, dan ga ik aan de taxidermie. En dat is... Dat is iets met uh, opgezette uh, dode dieren. Ah, ja, Merel Westerik even opzoeken. Ja. ja, maar Merel Westrik doet dat ook. Hè. Die, dat is haar hobby inderdaad. Ja. Zegt in het Museum Naturalis heeft ze van de week een eil zitten te, uit te pluizen en ja. helemaal op te zetten. Het is haar hobby. Ik denk van, nou, lieve schat, leuk dat je die hobby hebt, maar ik heb toch liever dat Merel. En ik heb vier jaar lang met haar gewerkt bij Goedemorgen in Nederland, dus ik ken haar heel goed. Dat is een perfecte journalist. Zeker. En dan denk ik van, waarom gebeurt er niks met deze vrouw? Zonder. Eigenlijk. Het is. Zo ik bedoel, Rick Niemand die zit op zondag uh, bij uh, WNL op zondag. Laten ze dat afwisselen met Merel. Ik bedoel, hoe moeilijk kan het wezen? Maar misschien vindt zij het leuk om te moederen, want ze is natuurlijk moeder. Dat kan natuurlijk ook. Ja, precies. Uh, over Doedens gesproken. Ook een hobby heeft ook een hobby, ja, heeft een hobby, OnlyFans. Het is uh, nou, ja. cashje Het is cashje ja, inderdaad. Kijk, hij, uh, nou eventjes gewoon simpel gezegd, hij laat zijn piemelenmozie zien. Ja. En uh, daar kan je een hoop centjes mee verdienen ja. bij OnlyFans. Ja, laad, ho je, hoeveel laat je daar zien op dat OnlyFans? Want alles. Want ik heb geen betaald uh, account daar. Nee, je hebt dat natuurlijk nooit gezien, maar <laughs> ik wel. Maar uh, je kan alles zien. Maar, uh, ja, nee. Hij heeft een huis gekocht van, dat, van die centjes in ja. Amsterdam-Oost. Oost... Oost? Ik weet het niet. Nee. Ik zou er niet willen wonen. Maar uh, volgend, uh, volgend jaar, want als hij even doorgaat met, met, met filmen, dan, uh, dan schuift hij zo de grachtengordel binnen. Let ja. maar op, want dan kan hij daar een huis kopen. En dan woont hij nog bij jou in de buurt eh, voordat je er ergens <laughs> hebt. Andere hobby's? Domino-steentjes omgooien. Ja. Ruben Nicolai. Heb je daarnaar gekeken? De eerste aflevering? Jazeker. Kijk, het, het, het is natuurlijk zo dat ze, uh, ze zoeken naar formats waar, met, met spulletjes waar je iets mee kan bouwen. We hebben uh -huh. Lego Masters gehad, kun je mee bouwen. Nu met die Domino steentjes kan je ook bouwen. Duplo, ken je dat nog? Zeker. Je hebt kinderen. Duplo. Ja. Volgend seizoen gaan we iets met Duplo krijgen. Ik zweer het je. Misschien moeten we dat gewoon vast gaan leggen. Daar hebben wij in ieder geval die centjes binnen, inderdaad. Ja. Nou ja, dan krijgen we natuurlijk nu de ballonneshow. show. Ja, wacht even. Ik wil even iets laten zien. Wil jij wat laten ja, zien? Ja, kijk, want uh, ik heb ook geoefend tijdens jouw... Uh... Maar ik ook. Ja. Een beetje kijken. Want... Nee, hou op. Serieus? <laughs> ja, kijk eens. Ja, ik, ik sta nog een beetje raar hier te doen, maar je, je kunt hier hele leuke dingen mee doen. Ja, dat snap ik. Dat wat snap is ik. dit? Dit is uh, een hondje. Een hondje, ach. Ja, ja en een ring. En ja, dat heb je allemaal zelf zitten freubelen. Dit heb ik zelf zitten freubelen. Kijk, ik vind gewoon... Het is hartstikke mooi. Je kunt er hele mooie dingen mee maken. Het is trouwens echt het pompje, ook van de uitzending. Um, Alleen Chantal Jansen en Martijn Krabé. Dan denk ik, jongens, moeten jullie dit nou presenteren? Ik vind het een kinderprogramma. Ik vind het echt. En hadden we Chantal Jansen hadden we die niet verkocht aan Duitsland? Of moeten ze haar niet meer hebben? Duitsland? Dat weet ik niet Oké. Okay. Nou ja, ze ging naar Duitsland. Aan hebben de natuurlijk... andere kant kan dit natuurlijk misschien wel weer zo'n grote hit worden, waar heel Nederland weer verkikkeld. Ah, uh, geef, geef het volk uh, brood en spelen. En dan ben je ook klaar, toch? Okay. Over hits gesproken: uh, kasteelvrouwen Emmy. Ja. Op uh, NPO1 kijken 1,2 miljoen mensen naar even een uh, kleine impressie. Ja. In de Franse Dordogne, ongeveer 1000 kilometer van Nederland... staat een verwaarloosd 16e-eeuws kasteel. Een kasteel is natuurlijk wel een soort hè? ja. Rutger, de man van Emmy, kijkt met hele andere ogen naar het pand. Als je nou van deze kant het kasteel bekijkt... dan zie je toch gewoon dat het één grote ruïne is. Oh, wat een uitzicht! Dan staat er wel stroom op die stekker dan. <laughs> Liever doe dat nou niet Joost. Straks word je geëlectrocuteerd. Oh, okay. wil niet als je het niet op de grond zet, snap je? Dat oh, okay, ja. vind het niet, ik vind het niet eens. Uh, het leven van een kasteel gaat niet te Ja, doe me helemaal niet ergens aan denken verder. <laughs> nee, nou ja, kastelen verbouwen. We hebben dat natuurlijk bij de Meilandjes zien, Maar ja. ook de familie Gillis is op dit ogenblik ook een kasteel aan het verbouwen. Dan denk ik, wat is hier nieuw aan? Ik heb echt met verbazing zitten kijken. Want we zien een mevrouw. Die natuurlijk totaal niet op uh, Martin Meiland lijkt of nee. een of andere gek heeft. Mevrouw is een beetje in de war. Want ze gaat eerst ramen schuren, terwijl het dak natuurlijk eerst mm -hmm. gerepareerd moet worden. En die verwarring. De, 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 ja, wat geweldig is, is natuurlijk de voice-over van André van Duin. Ja. Dat is mooi gevonden, inderdaad. Maar ik moet nog even opletten wat er volgende week gaat gebeuren met de kijkcijfers. Want ik vond er eigenlijk helemaal niet zo vreselijk veel aan. Dan denk ik ook, wat wordt er nou eigenlijk verbouwd? Een kasteel. Maar er wordt ook een meneer verbouwd. Want haar man, die gaan we nu volgen in het ziekenhuis, terwijl hij een nieuwe knie krijgt. Daar zet ik mijn televisie toch niet voor aan. Nee. nee. En hetzelfde hebben we bij de bevertjes. Moet ja. je ze opletten. Zie je de vleermuizen hier? Ja, heel klein. Oeh. Nee, die zijn er nu niet. Ja, wat ik heb ik zag nee, het, ja, ik zag... die slapen. Die slapen nu. Ja, nee, die slaapt niet. Ik zag er eentje of niet? Dat klopt, hè? Ja, ik zoek mijn kapot. <laughs> nee, Deze komen niet naar buiten. Nee, ja, nee, maar, dan daar, 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 daar ook buiten staan. Nou, ik heb het niet zo vleermuizen. Ik ben meteen uh, teruggelopen. Het is goed. Ik ga in de grot zitten met vleermuizen om 's nachts te vliegen. Ik vind me rare beesten. Dat zijn van die gekke dingen. Ja, vriend van Johan Derksen natuurlijk ja. John de Bever. Kijk, wat ik nou net zei over die mevrouw, die kasteelvrouw, die meneer die wordt, krijgt een nieuwe knie. Dan denk ik, het zijn allemaal van die zijlijntjes. Ja, ja. Ze moeten natuurlijk die uitzendingen vullen en ze verzinnen van alles bij die redactie. Maar bij uh, John de Bever, het gaat bij mij dan toch echt om die John de Bever natuurlijk. Om zijn hoekigheid hè, en uitspraken ja. enzovoorts. Maar dan zien we dus die case die zien we constant opduiken. En die case die gaat dan bijvoorbeeld naar een schoonheidsspecialiste om een puist uit te laten oh, ja. knijpen. Dat we in de eerste uitzending. Kees is een vriend. Gezien. Zijn man. Zijn man. Ja. Wat we in de eerste uitzending ook zagen, dat is dus dat we vijf keer in zo'n, ik weet niet, een soort Bijlmer, Bijlmer garage, waar ze, ik weet niet waar ze wonen, maar het is een garage, zagen we dus vijf keer die poenerige auto in die garage. Dan denk ik, wat zijn dat voor rare shots ja. allemaal. Ja. Ik denk van, dat kan beter. Kijk eens naar de verhulsjes. Ik lig onder mijn stoel. Het wordt niet heel goed bekeken, toch? Nee, maar het is wel om te lachen. Helaas, het is een hele leuke familie. Oké, goed. Zullen wij dan trouwens nog even, of jij wil jij een real life zoopje? Jan op Ibiza? Dat is niet te betalen. Dat is niet te betalen. Dat kunnen ze niet betalen. Jan, wie gaat erop? Matthijs van Nieuwkerk heeft van de week een nieuw boekje gepresenteerd. En daar wordt dan de halve Vaderlandse pers bij uitgenodigd. Uh, maar hij wil dan niet even zeggen hoe leuk hij het heeft met zijn nieuwe vrouw. He, he. Dat wordt dan gevraagd door al die showbiz rubrieken. En dan reageert hij er niet op. Is prima. Je moet respecteren. Als mensen dat niet willen, moet je dat gewoon respecteren. Ja. Maar wat deed hij nou uh, februari vorig jaar? Toen heeft hij in zijn televisieuitzending. Matthijs gaat door, hè, heeft hij een rubriekje zitten van Forever Young. Ja, ik ken het, ja, zeker. En daar staat Willeke Alberti in. En Willeke Alberti komt daar naartoe, naar die studio, om daar vragen te beantwoorden over haar carrière, haar rijke carrière. Waar begint hij over? Over de uh, relatiebreuk, of tenminste de scheiding met John de Mol. En blijft daar brutaal op doorvragen. Huh? Als je nou zelf dat nou allemaal niet wil. Doe het dan ook niet. Gewoon ga dat, dat soort okay. vragen niet stellen. Okay. Daar word ik een beetje koud van. Nou, hij kan het uh, in zijn zak steken. Druk bezig met uh, zelfs ook eens de uh, Connection hè? nieuwe ja. spelquiz. Ja. Dus ongetwijfeld meer nog in de toekomst van hem. Dankjewel, Jan. Fijn dat je er weer bent. Ja.